Een hele goede morgen mensen. Wij zitten op een plek waar wij een jaar of twee zeggen van hier komen wij nooit meer terug. En maar wij zitten dus op nog steeds in Ierzee. Nog steeds weer in Ierzee. Laval IJsne. Pap, goedemorgen. En Mabeet. Goedemorgen. Teuntje, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we mogen goedemorgen zeggen, hè? We zijn er. Ja, eindelijk ja. Ja. Maar het had nog wat voet in aarde. Nou, het had veel voet in aarde, ja. Ja, waar beginnen we? Ja, ik zou zondag een uur of drie bij Gerard zijn. Mooi niet dus. Dus om 2:30 telefoontje. Teun, de auto is kapot. Allee, ik zeg ja, ik heb geen auto. Oh. Ja, rijwerkers naar die en die. Even laten kijken of we kunnen rijden. Helaas, we konden niet met de auto rijden. Ja, wat dan een oplossing? Oh, Fiona's auto en het golfje. Ja, met twee auto's, ja, dat is nooit zo gezellig. Dus, instappen. Zitten we op de A2. Belt Gerard. Onze Matthijs hier ook in een auto met een trekhaak. Goei, geweldig. Hoppala. Naar Matthijs toe, staan we door 1/2 uur buiten. Hé, zullen we Matthijs een keer bellen? Ja, laten we het maar doen. Ik dacht dat jullie mijn zoon bellen. Dat kwam mooi uit, hè, dat ik even belde. Dus? Ik heb hem al gebeld. Ja, maar als ze mij niet gebeld dan hadden we nou nog staan, hè. Dat is iets wat overdreven. Zo, ja, zo, maar dat maakt wel heel duidelijk. Ja. Dus? Ik heb hem teruggebeld en toen zei hij tegen mij... Heb je hem gelijk nodig? Ja. Ik zeg, Barman, rijd nou naar jullie huis toe. Oh, dan ga ik er ook heen. Ja, dat heb ik ook begrepen. Maar helaas, dan gaan ze... dat is een beetje Meijers, maar och ja. Verder zijn het goede mensen, geweldig. Dankzij Meijer heb je wel een auto, meneer Smits. Ja, ja. Daar heb je gelijk in. Ja, dus dat waren de troubles. Ja, we mogen Matthijs wel dankbaar zijn met zijn Opel Corsatje. Ja. Hij deed goed. En toen gingen we de aanhanger halen, stekker in zijn kontje. Maar dat was ook zo verleden tijd, want op een gegeven moment hadden we geen licht meer op de aanhanger en geen licht meer op de auto. Dus zo naar Schaik, even een uur de leenwagen weg willen brengen van mij. En toen hebben we, maar ja, toen was ons buikje voor het hongerig. Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja, we begonnen flink te knorren. En toen zijn we naar de frietent gegaan. Hebben door ons buikje lekker rondgegeten. En toen zijn we aan de gang gegaan, denk ik, 1:15 uur. Ja, en dan echt lang, hè? Tot 9:15. Tot 9:15 hadden we de elektriciteit gemaakt. De aanhanger hebben geladen. En ja, jongen, toen kwam het goed, hè. En toen kwam... Dus? Even zitten kijken naar voetbal, internet. Nee. Studiosport. Studiosport, voetbal. Met Verbeek. Met Verbeek, jongens. AZ en Verbeek weggegooid. Och ja. Maar goed... De Verbeek is niet zo heel interessant. Nee. Maar we zijn hier om. We zijn vanochtend om 4:15 vertrokken. In Schaik. Ja, ons pap opgehaald. Die stond voor het raam te koekloeren. Ik stond er 1 meter voor en zag helemaal niks. Ik tikte het raam aan. Hij denkt, pap, wat doet dat raam gek? En dan gaat hij slaapkoppen door. Maar goed, we zijn met een koffiestof, zoals pa behalde, hebben wij net naar Maastricht even een pauze genomen. En dankzij onze koffiestop. Ken ik nou nog vissen? Want dat is ook wel. Ja. Dan namelijk mijn tas niet vastgebonden in het karretje. Die zei: val ik niet of val ik wel? Ja, ja. Daar had me gruwelijk veel geluk mee. Ja, ja. Ja. Ja, want ze wouden niet dat ik win. Juist, dan doen we het maar zo. Ja, want wij wouden het eigenlijk gewoon thuis laten, maar je denkt dan: dat komt expres over. Dan doen we het zo, dan lijkt het net per ongeluk. Ja, dan is het per ongeluk. Ja. Maar dat was niet gelukt. Dat was niet gelukt, nee. Wij piesten er neffen. Ze dachten al, we moeten hem een loer draaien, want anders wint hij het van ons. Ja, daar zijn we bang voor, ja. Ja. Maar goed, daar, ik denk, de geschiedenis leert ons dat die kans nihil is, nihil. Ja. Dus ja, wij gaan, nou we daar toch rode vangst hebben, ik denk dat Paar maar aftrappen, de voorspelling. De voorspelling voor vandaag. Wat vangt de... Nee. Paar toch. Wat vang jij tot en met zaterdag? Nou, laat ik bescheiden bij 20 blijven. Paar 20.
wat mag Teuntje nog niet antwoorden? Pa, wat denk jij wat Teuntje vangt? Nou, ik hoop eigenlijk dat hij de 19 vangt, maar dat zal er wel enkele meer worden waarschijnlijk. Oh, jij schat hem dan toch hoger als jou in. Hey, het is IJsnie. Ja. Het is IJsnie. We hebben de laatste keer in IJsnie hebben we ook 2 dagen goed gevangen en toen was het ook over en sluiten. Ja, oké, maar over en sluiten gesproken, pa. Wat denk je wat ik vang? Nou, ik denk dat jij nog eens kan gaan winnen deze week. Oh, ik krijg een pluim op mijn hoofd. Ja, ik denk dat jij de ronde 30 komt. Ronde 30, kijk. Dus 20, 19, 39, 31, 69 vangen wij er. Als je dus niet te veel gaat wandelen, dan vangen wij ze natuurlijk. Ja, dat moet ook af en toe gebeuren. Want ik ben ook de boodschapper, heb ik gehoord. Maar zal ik dan eens een voorspelling doen? Oh, ho. Meneer de presentator gaat erover om het Teuntje. Oh. Nou lag dit wel voor de hand natuurlijk, maar ik moet toch wel streng zijn. Ja, dat ben ik altijd, maar ja. Ja, oké, Teuntje. Wat gaat ons pa vangen? Ik zal dus heel snel uit de doeken gaan doen. Pa, je vangt er 30. Ho! Nou, ben ik blij mee. Boudewijn vangt er 20. Ho! Ja, daar ben ik ook tevreden mee hoor, 20. En Teuntje zelf, die vangt er 50. We gaan voor de 100 hebben gezeten. Oh, jij... En als we dat zo verdelen, en iedereen doet zijn werk, dan is dat geregeld. Dus jij wijst je eigen aan als de grote dikkop. Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Dat doe je eigenlijk altijd. Ja, en van de zoveel keren raad ik dat, maar ja, het is een paar keer mislukt. Hallo, maar er is wel één regel, hè. Hoogmoed komt ten val. Maar Teuntje, eigenlijk zit het voor de filmpjes is altijd eigenlijk een standaard verhaaltje af te raffelen. Nee, niet standaard. We zitten hier op IJsnie. En we hebben er hier nog nooit 100 gevangen. En ik voel... Ho, we hebben er een keer 100 gevangen. Nee, dat was toch net niet? Jawel. Was dat wel? Eén keer was net niet. En één keer was echt 100 en toen was het afgelopen. We hadden er 107 of zoiets. Die vakantiegangers zijn allemaal weg en zo. Ze zijn nog gretig om te vreten, dus ze zijn daar gewend. Het is in het naseizoen hier beter als in het voorseizoen. En wij zijn in het voorseizoen hebben wij altijd het minst hier gevangen. Oké. Okay. Dus... Maar mensen... Nou, gaat Boudewijntje even een voorspelling doen. Ik tik ons pa af op, wat zal het zijn? 27. Kreeg mijn leven. Dat is 3 minder. Ik tik Teuntje af, ja, die vangt altijd wel iets meer, maar iets van de kleinere. Dus ik tik hem op 34. 34. Ik ben altijd... Zeven meer als jij. Ik ben altijd een beetje van het wandelen, dus ja, ik leid er een beetje onder. Ik tik mijn eigen weg op 23. 23. Dus een paar vangt er meer als mij, denk ik dan. 23, 27, daar zijn er 50. Daar zijn er een dikke 80. Ja, ik denk niet dat we echt 100 halen. Een dikke 80. Maar goed, dan gaan we even de vlucht doen, want wij hebben natuurlijk nou gehad over de competitie der hoeveelheid. Maar wij gaan natuurlijk ook een ander ding erbij halen. Teuntje, wie vangt de grootste? Teuntje. Ja, dat is geen Teuntje. Ja, laat hem nou eens een keer een Gerard gunnen. Echt waar? Ja, laat hem eens een Gerard gunnen. Gerard vangt hier eigenlijk op dit water toch wel redelijk toch wel enkele. Ik ben hier meer van de kleintjes, hè? Ja. Ik geef het aan Gerard. Oké, okay, pa, wat zeg jij? Ja, ik verwacht ook dat ik hem wel vang, maar ik denk dat jij er ook bij komt. Ja, ik... Nee, je kunt maar Emma aanwijzen. Je moet één keer Emma aanwijzen. Ja, ik denk toch dat ik de grootste gevangen. Ja, nou, ik ben er helaas niet mee eens. Ik denk dat ik hem gevangen. Het mag een beetje opschepperig zijn, maar dus, ik vind dat... Nou, ze moet ook maar bij je. Ze zijn het einde van de tijd, bijna. Dus wij gaan even vlug naar het... Naar het afsluiting van het eerste filmpje. Ja, maar er is nog één ding. Jo, heel vlug dan, heel vlug. Er zijn hier geen brazems, dus de brazemkoning kan niet... Nou, geen Blasemkoning spelen deze week. Dat weet je nooit. Er komt vanavond nog een filmpje. De Giebels, daar is ook een brazem. Dat is geen brazem. Maar nee. Wij komen vanavond terug met de eerste filmpje. Dat is een welkomstfilmpje. En ja, dan krijg je de eerste tussenstanden te horen. En dan weet je ongeveer wie gelijk gaat krijgen. Mensen, wij richten onze rechterhand op. En wij zeggen... Houdoe. Houdoe. Calimero.